ik moet aan bewegen doen. Vind ik heel saai. In sporthal De Horstakker wordt sinds kort gedaan aan walking basketbal. De Nijmeegse basketbalvereniging The Wildcats organiseert deze variant, waarbij andere regels gelden dan bij het reguliere basketbal. Het belangrijkste regel is dus walking. Je mag alleen maar wandelen. Je moet dus één voet op de grond houden. Bij rennen heb je twee voeten los af en toe. Je mag snel wandelen als je dat kunt. Dus niet iedereen kan het, maar als dat kan mag je snel wandelen. Je mag ook niet springen. Ja, je mag bij een lay-upje mag je natuurlijk even van de grond afkomen. Maar je mag bijvoorbeeld niet gaan springen om de bal te onderscheppen. Je moet ook wat afstand houden bij het verdedigen. Bij gewoon basketbal zit je gewoon op je man natuurlijk. Maar hier moet je een meter, ja, in de praktijk wordt het een halve meter, moet je dan afstand houden. Door deze regels moet het spelletje aantrekkelijker worden voor ouderen. Ik moet aan bewegen doen, vind ik heel saai. Maar ik dacht, ik moet iets met een spelletje gaan doen. Toen zag ik walking basketbal, rustig aan beginnen, spelletje. Ik denk, dat is die. Een training geven aan deze doelgroep is toch anders dan wanneer je jeugd gaat trainen, want die moeten rennen. En hier mag je dat helemaal niet. Dus het is toch een verschil. Het is ook in samenwerking met het ouderenfonds gedaan, deze walking basketbalclub. De kerstverse basketbalster heeft het enorm naar haar zin. Ik vind het heel erg leuk. Ik heb nog nooit basketbal gespeeld. Ik ben volleybal gewend. En die bal is een stuk zwaarder. Dat merk je echt als je wil gooien. Dan. Voordat het zover was, moest veel geduld worden opgebracht. 2 jaar terug toen dachten we, nou, dan gaan we eindelijk eens een keer beginnen. En toen kwam corona. Vorig jaar opnieuw start. De derde golf kwam eraan. En dit jaar, 18 oktober, zijn we dan echt begonnen. En nu gaat het eindelijk goed. En met man of 10, zoals je ziet hier, die lekker bezig zijn. Meeuwissen raadt iedereen aan walking basketbal een keer te proberen. Een keer proberen zou ik altijd doen. Ja. En ik ben over een paar weken 75, dus waarom niet?